Maar dat is het misschien ook. Je moet soms ook een keer stoppen met denken. En dan moet je het gewoon doen. En dat is wat er gebeurde in die fase van de wedstrijd. Toen was het overleven. De NOS Voetbalpodcast EK-editie. Met Jeroen Stekelenburg. Over de knock-out fase van een WK of een EK voetbal wordt altijd gezegd dat er maar één ding telt. Dat is doorkomen. Als je het zo bekijkt, dan is dit een perfecte avond voor het Nederlands elftal. Jeroen Elsof, Arman Afsaroglu en Jeroen Grütter. En we zitten bij het Olympiastadion van Berlijn. En als ik over het hoofd van Arman heen kijk, zie ik twee standbeelden staan. Is er nou iemand van het Nederlands elftal, dan denk ik aan de laatste 5 minuten, voor wie je denkt... Mickey van de Ven. Ik heb het nog geroepen op de radio zelfs. Ja? Standbeeld voor Mickey van de Ven. Want dat was wel de fase in de wedstrijd die echt hartverwarmend was, toch? Ja, er waren een rollenpaar die een standbeeld verdienden, hoor. Bart Verbrugge zei, ik had 6 keepers voor me staan. Ja, dat was inderdaad zo. Weghorst, wat dacht je daarvan? Die bal nog even wegtikt. Ja. Die lag al op de grond, die tikt hem weg. Anders was het ook gewoon een goal geweest. Dumfries die ze nog in de baan van dat schot werpt van Çalhanoğlu. Schouten die nog een belangrijke bal wegwerkt naar die redding van Verbrugge, geloof ik. Ik weet het allemaal niet meer. Er gebeurde zo ontzettend veel. Ja mensen, ik bedoel, dit is toch waar we van voetbal houden? Euforie alom. Laten we de wedstrijd eens even helemaal bij het begin oppakken. Ja, dat is echt zo jammer eigenlijk. Nou, of gewoon in die euforie blijven hangen. Waarom dat niet eigenlijk? Kunnen we niet nu heel blij afronden? Nee, we kunnen gewoon heel blij blijven. Nou, dan ga je naar je hotel. Ga nee, je nee zeker niet. Nee, het hoort erbij. Maar het was namelijk bijna, als je naar dit toernooi kijkt, on-Nederlands goede openingsfase. Ja, ze hadden wel de controle. Ik vond ze scherp, ik vond ze nauwkeurig. Ik vond ze de wedstrijd vastpakken. Eigenlijk denk ik precies zoals afgesproken. Het was alleen precies wat ze moesten doen. Precies. Gewoon kalm blijven, veel aan de bal blijven. Turken eigenlijk elke momentum ontnemen. Ja. Ging hartstikke goed. Ja, en eigenlijk het enige wat ontbrak was dat Memphis die bal er niet gelijk inschoot. Na 2 minuten? Ja, het was 1 minuut zelfs. Ja, hij begon nou best wel goed. Memphis, heel actief. Veel combinaties zoekend aanbieden, weglopen, ruimtes vullen. Ja, ik vond het inderdaad een hele sterke eerste 13, 15 minuten. Dus het is mij ook een raadsel waarom het er daarna ineens helemaal misgaat. Behoorlijk misgaat. Een raadsel, maar je zit hier toch om antwoorden te geven op de vraag jij die opwerpt. Jij schreef op een briefje naast mij, want ik was gewoon nog druk met... In ieder geval even kijken hoe de Turkse ploeg stond. En voordat je dan helemaal takt. Jij stond, het staat overal in koppeltjes 1-1. En dan ga je daar op letten en denk je, wanneer heeft zich dat dan zo gezet? En zou dat te maken hebben met het feit dat het meer een wedstrijd werd? Dat was wel het plan eigenlijk als je naar Ronald. Het verbaasde mij namelijk wel. Maar dat was wel een beetje het plan van Koeman vooraf volgens mij. Dat hij Dumfries op Karagioğlu zou laten spelen. De Vrij helemaal naar de rechterkant zou laten uitzakken. Dus nog meer echt tegen de zijlijn aan. Misschien wordt het nu... het was zo leuk euforisch, iets tactisch. Ja, je pakt je bril erbij. Jij wil graag de diepte in. Dus dan gaan we... Nee, kijk, wat de Turken tegen Oostenrijk al heel goed deden, was ook man tegen man. Daar hadden de Oostenrijkers ook heel veel problemen mee in de eerste helft. Die hebben toen ook een aantal omzettingen moeten doen, tweede helft. Toen begon het voor hen ook wat beter te lopen. En Nederland had daar eigenlijk ook niet echt een antwoord op. En dan zie je toch op zulke momenten dat Turkije over een hele goede ploeg beschikt met echt veel individuele kwaliteiten. Want het was nou ook weer niet zo dat Turkije onterecht op voorsprong kwam of zo. Die hebben die wedstrijd echt omgedraaid. Maar dat is grappig, dat hun kwaliteit. Dat is grappig dat je dat zegt, want het gaat vaak over de energie en over het publiek erachter en zo. Maar er lopen ook gewoon een aantal hele goede voetballers hele in het goede elftal. Voetballers. En ook de toekomst. Zeker. Nou ja, die jongens voorin zijn natuurlijk stuk voor stuk echt goede spelers. Ja, het ging veel over die Güler natuurlijk en Yildiz. Maar die Baris Alper-Yilmaz, die was vandaag geweldig. Wat hij allemaal brengt. En elke verdediger die tegen hem staat, heeft het gewoon lastig. En dat zag je vandaag ook weer. Handenbinder vond ik het. Ja, geweldige speler. Topspeler. Was het in die fase ook logisch dat Turkije op 1-0 kwam? Ja, dat... Ze namen het initiatief wel over. Aan de andere kant kan je ook wel zeggen dat het onnodig was dat Nederland die goal weggaf. Omdat het een hoekschop was die Nederland eigenlijk cadeau gaf aan Turkije. Het had dus niet gehoeven, maar onverdiend was het niet dat ze op voorsprong kwamen. Nee, en dan ontrolt zich een hele andere wedstrijd weer. Want dan heb ik me op een gegeven moment wel een beetje afgevraagd van welke kant gaat dit nou eigenlijk op? Hoe gaat dit verder? Nou, het is goed dat je de schade nog redelijk beperkt hield in de eerste helft. Want tegen een topland, zeg ik dan maar, wat Turkije misschien niet is, maar tegen een Spanje. Als je in die fase belandt tegen zo'n land, dan loop je het gevaar dat je de wedstrijd kwijtraakt. En dat gebeurde niet. En Koeman greep goed in de rust. Dat kunnen we wel concluderen met Weghorst. Hij deed dat vroeg ook, Jeroen Elsof. Want vaak wachten coaches tot wat verder in de tweede helft. Was het verstandig om het zo snel te doen? Nou ja, ik denk dat we nu die discussie hebben denk ik ook al een paar keer gevoerd, dit toernooi. Als de energie ontbreekt,
Dat was natuurlijk tegen Oostenrijk in zekere zin ook zo. En toen had je geen Denzel Dumfries. Ja, dan moet je spelers brengen die toch ja, energie is zo'n woord, maar toch dat in dat elftal brengen. En dat breng je met Weghorst. En je kan ook directer voetballen. Dat is toch ook wel prettig. Als je dus niet in je 1-op-1 acties komt met Gakpo, dan kan je dus een keer een bal gewoon makkelijker het 16 meter gebied ingooien. Omdat Memphis daar is naar normaal gesproken weg. Ze gaan zoeken, ze gaan breien. Ja, dat gebeurt in een laag tempo. Dat lukt eigenlijk in de eerste helft, op de eerste 10 minuten na, helemaal niet meer. En Weghorst geeft je gewoon de gelegenheid om die bal er gewoon in te gooien. En dan heeft Gakpo eigenlijk een extra kwaliteit bij zijn topkwaliteit. Namelijk de 1-op-1 zoeken, maar dan ook nog een voorzet geven. Want ja, dat doet hij eigenlijk minder op het moment dat daar geen targetman staat. Maar dat is zijn belangrijkste kwaliteit. Dat was bij PSV natuurlijk ook al. Al die voorzetten op Jawel, maar de Jong met name. Precies. Maar natuurlijk ook die acties. Maar ik vind zijn voorzet vind ik eigenlijk veel belangrijker. Ja. En dan heb je en Weghorst en daarachter heb je Dumfries natuurlijk ook nog een keer. Ja. En dan wordt het steeds lastiger te verdedigen voor de tegenstander. Want die kans die Memphis krijgt, die inderdaad, nou, ik denk dat Akeem hem voorgeeft. Die kopt Weghorst terug en waar Memphis net voor langs rijdt. Dat is het schoolvoorbeeld. Dat is de eerste aanzet is dat. Dat is het schoolvoorbeeld van hoe je gaat voetballen, hè, in de tweede helft, denk ik. Ja, en daarom vond ik het eigenlijk nog lang duren voordat Joey Veerman kwam. Omdat je dan nog iemand hebt die zo'n bal erin kan draaien. Maar het duurde wel even in de tweede helft. Het duurde wel even voordat ze door hadden hoe je ze kon breken. Waar Stekel het over heeft, die was al heel snel. Was overigens wel buitenspel volgens mij. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is wel een indicatie dat je op de goede weg uiteindelijk bent. En toen die kans voor Weghorst en die hoekschop daarop volgend. En ja, dat was de fase dat je het omdraait. Ja. Want hebben jullie een moment gehad dat je echt dacht van nou... Nou, bij die vrije trap van Aguilera die op de buitenkant van de paal komt. Dat scheelt natuurlijk allemaal heel weinig. Nou, en het moment... Verbrugge raakt hem nog... Zeker. En vergeet niet het moment wat daaraan vooraf gaat. Want dat... Die vrije trap die geef je weg op het moment dat je eigenlijk aan de noodrem moet trekken. Ja, oké, die overtreding. Ja, precies. De vrij loopt daar nog schuin achter. Ja, anders is het rood. Ja, volgens mij was de vrij die daarbij liep. Maar dat maakt niet volgens mij de vrij uit. Sorry, Vervallen eigenlijk kaarten na deze... Die zijn allemaal weg. Dus iedereen is weer Want in die fase waarin Nederland het zo moeilijk had, dat is dan ook wel tekenend, pakken ze beste... On-Nederlands, nou tenminste, Nederland heeft natuurlijk wel een aantal keren wedstrijd gespeeld. Het komt toch gewoon niet anders? Anders waren ze doorheen. Dat bedoel ik. Dat zegt toch ook wel iets over die fase, over die periode? Nederland had het gewoon heel moeilijk in die fase. Het is niet dat ze speelden met het mes tussen de tanden of zo. Het was gewoon of een gele kaart of de speler is er vandoor en misschien een tegengoal. Maar het is wel mooi dat we vandaag gezien hebben. De enige hebben die dat wel had was Weghorst, want die torpedeert gewoon die tegenstander. De wil om wedstrijden te winnen, om door te gaan in het toernooi. Dat heb je nu, vandaag heb je dat echt gezien, met het pakken van die kaarten, maar vooral met die slotfase. In het Nederlands voetbal zie je niet zo vaak dat spelers zich echt voor ballen gooien. Daar hebben we het in de Eredivisie ook wel vaak over. Maar nu zag je dat. En ben je dat verbaasd dat je dat dan nu ziet? Het heeft wel lang geduurd hoor, in de wedstrijd. Dat vind ik ook. Maar het ontstond wel. En dat is het goede nieuws. Ja, nee, dat heb ik nodig straks in een eindfase. Wel, maar het is ook wel een beetje logisch, Armand, dat als je de laatste 10 minuten ingaat en je ligt onder vuur, dat je gewoon alles geeft om dat te stoppen. Ik ben het wel met Jeroen Guter eens. Ik zou dat eigenlijk ook wel... Dat gif wel wat eerder in een wedstrijd willen zien. Niet dat het alleen maar nodig is op het moment dat je iets moet verdedigen. Precies. Ik vond het heel klinisch lang. Hoefijzervoetbal, dat trage zoeken naar oplossingen die er dan toch niet ontstaan. Ja. Dus. Jeroen zei gisteren in de podcast, was gisteren toch, ze voetballen moeizaam. En daar had hij eigenlijk wel, dat was vandaag wel een voorbeeld van. Nou, het is ze leunen erg op de individuele actie van Gakpo. En die krijgen ze, als ze het goed uitvoeren, krijgen ze hem soms wel in een 1-tegen-1. Maar ik zie weinig dat ze consequent, zoals je soms bij echt goede teams als Duitsland en Spanje ziet, dat ze echt een vaste manier hebben om aan de overkant van het veld te komen. Maar dan noem je ook wel twee landen, misschien met Zwitserland samen, waar je dat echt wel dit toernooi hebt gezien. Want ik heb het bij Frankrijk niet gezien, ik heb bij Engeland helemaal niet gezien. Nee. Bij Nederland zie je het ook niet echt, maar dat is ook landenvoetbal, dat is ook niet zo gek. Maar er is maar één land dat echt voetbalt, dat is Spanje. Maar Nederland zit er nog in. En Nederland heeft vandaag een over mijn lijk mentaliteit getoond. Wat zal dat voor gevoel geven aan deze groep? Deze jongens stappen euforisch de bus in natuurlijk. Want die zaten echt toch behoorlijk in de penari tijdens de wedstrijd. Dat voel je als voetballer natuurlijk ook. Dat er iets anders moet gebeuren. En ze zijn in staat geweest om het om te draaien. Om iets anders te brengen. Om iets uit zichzelf te halen. En vervolgens die wedstrijd om te keren. En bedoel, we hebben allemaal gevoetbald. Bijna allemaal gevoetbald. En we weten wat dat is. Hoe dat voelt.
En daar ga je heel goed van voelen. En hoe goed zijn dan toch, hè, of hoe slecht, zijn de keuzes van Koeman? Want hij stelt mensen op in zijn basiselftal en heeft dan ook... Want bij Mickey van de Ven zou je bijna kunnen zeggen, die is zo goed dat hij misschien wel meer minuten verdient. Maar ja, ik vond Ake ook heel goed. Zeker. Wat ik wil zeggen is, hij is een geweldige invaller. Hmm. Weghorst geldt natuurlijk hetzelfde voor. Ja. Ik bedoel, waarom zou je eigenlijk met Weghorst beginnen als je ook weet dat je vanaf de 45e minuut zo kunt spelen? Nou, omdat Memphis je niet veel brengt. Als invaller sowieso niet? Nou, dat weet ik niet. Ik heb het nooit gezien. Hij geeft een assist, dat is geweldig. Maar daarvoor speelt hij toch, vind ik, weer een zwakke wedstrijd. Ja. Dan kan je ook wel een keer zeggen, misschien brengt Weghorst je vanaf het begin meer. Dat is toch geen gekke gedachte. Maar als je dan vastzit in de rust, Arman, ja. Wat doe je dan? Nou, je hebt ook nog Brobbie. Ja, oké, maar dan wordt het gokken. Dan wordt het gokken. Want vandaag valt Zirkzee in. En eigenlijk zie je dan... Daar wordt heel erg om geroepen. Ja. En dan zie je nu eigenlijk, ja, in zo'n wedstrijd is dat toch... Kom op zeg, je gaat toch iemand niet op 5 minuten afrekenen? Niet. Nee, helemaal niet. Maar waarom zou Memphis niet kunnen invallen? Leg me dat eens uit. Atletico valt hij ook wel eens in. Maar ik zeg niet dat hij dat niet kan. Ik zeg alleen dat je nu redelijk weet wat je hebt en wat je krijgt op het moment dat je die verandering toepast. En ik ga helemaal niet Zirkzee afserveren op 5 minuten. Ik geef alleen maar aan... Zwaardig op weg. Nee, totaal niet. Ik geef alleen maar aan dat je als bondscoach, kan me voorstellen, dat je voor redelijk zekerheden kiest. Als je Weghorst brengt, weet je wat het je oplevert. Ik vind Weghorst ook helemaal geen basisspeler, eerlijk gezegd. Nee, nou ja. Maar we hebben 2 teams in de halve finale die tegen elkaar gaan spelen met bondscoaches die enorm vasthouden aan wat ze al lang doen. Nou, Southgate vandaag toch heel andere dingen doen. Nou. Spelers opstellen die je totaal niet in je elftal verwacht. Nee, hij speelde gewoon met bijna dezelfde elf. Konza was vervangen van een geschorste verdediger. Ja, nou, okay. Maar die doet altijd hetzelfde. Die wacht heel lang met wissels. Vaak dezelfde wissels. Koeman doet ook vaak hetzelfde. Dus wissels die hij brengt, vaak hetzelfde. Het is ook een toernooi. Je ziet dat meer bondscoaches dat doen. Het heeft ze tot de halve finale gebracht. Dus het grappige was wel dat hij eigenlijk vlak voor de 1-1 iets wilde doen wat Zirkzee. Hij helemaal nooit... Want Zirkzee stond klaar om te komen. Erbij, hè? Wilde hij hem zetten. Ja, erbij. En die houdt hij terug. En dan komt hij inderdaad met Van de Ven en Veerman. Die en ook dat, al klaar stonden. Hij wilde een drie-dubbele. Ja, precies. Dat duo hebben we natuurlijk eerder zien invallen. Dat zijn wel vaste patronen. Dus overigens wat Van Gaal ook deed. Die hadden gewoon een plan B en een plan C. Dus ook daar zijn gewoon afspraken over. Maar dat is toch ook helemaal niet gek? Ik bedoel, daar hebben we het in de aanloop hebben we het natuurlijk heel vaak over gehad. Vind en Koeman heeft toen altijd benadrukt van, we hebben verschillende gereedschappen op de bank zitten. Precies. En als de wedstrijd vraagt om dit, dan kunnen we dat brengen. En soms hebben we iets anders nodig, dan brengen we dat. Ja, het is wel handig als je gewoon een breekijzer op de bank hebt zitten om de boel gewoon aan gruzelementen te slaan. Toch ben ik wel benieuwd. Weghorst wel weer gewoon heel bepalend. Ja. Nee, waren jullie vast dat Malen niet kwam op een gegeven moment? Ik weet niet of het heel veel scheelt qua snelheid die twee. Maar ik neem aan dat Frimpong gewoon kwam voor het raketverhaal. Gewoon rennen zonder bal. Gewoon als je een bal naar voren peert, dat hij er dan achteraan rent. Ik denk dat hij daarin natuurlijk nog iets meer kwaliteit heeft dan Malen. Die veel sneller is met de bal in de voeten. En is misschien ook iets meer gewend om af en toe iets verdedigends te doen. Precies, en Zirkzee is misschien nog weer wat balvaster qua type. Daar was ik wel enigszins verbaasd over, omdat je hem gewoon nog niet gezien hebt. Dus dat hij dan nu voor hem kiest. Maar ja, het is ook zo'n chaos, dus ik weet ook niet precies wat ze allemaal dachten. En het maakt me eigenlijk ook helemaal geen bal meer uit, want het is gelukt. Maar dat is misschien ook. Je moet soms ook een keer stoppen met denken. En dan moet je het gewoon doen. En dat is wat er gebeurde in die fase van de wedstrijd. Toen was het overleven. Of opgegeten worden en het toernooi uitgaan, vrij roemloos, tegen Turkije. Wat een goede ploeg heeft, maar ja, dat is toch maar Turkije, hè, zullen we met alle respect zeggen. Of je zet gewoon alles op alles om de boel om te draaien. En het feit dat Nederland daartoe in staat is geweest, dat geeft mij wel een heel fijn gevoel in ieder geval. En dat geeft me ook wel vertrouwen dat er nog meer in zit in dit toernooi. Gingen jullie naar hartslag 180 op een gegeven moment? Want ik hoor jou wel praten over dat dit is waarom... Jij gooide me bijna van die tribune af, dus jij ook wel, denk ik. Jij zei dat dit is waarom we voetbal allemaal zo mooi vinden. Is dat dan 20 minuten lang echt genieten geweest? Ja, hoor je mijn stem. Dit is vooral die laatste 10 minuten. Dat is ongelooflijk. Dat je gewoon, je staat op en je gaat weer zitten en je grijpt naar je hoofd en je zit te schreeuwen en je zit mee te doen en mee te voetballen. En je werpt jezelf ook voor het schot, bij wijze van spreken, terwijl je aan het praten bent. Ja, natuurlijk, bedoel... Ja, dit is geweldig. Maar ook omdat we als Nederland
is zo lang geleden dat we zo'n wedstrijd hebben gevoeld. Ja. Ik moest ook terugdenken. Wat is nou de laatste keer dat je met dit soort emoties te maken hebt gehad op een eindronde? En denk ik, ja, 2014, die kwartfinale tegen Costa Rica. Ja, maar dat was toch een hele andere wedstrijd. Het was 0-0. Dat duurde lang, die wedstrijd. Toen kwam Tim Krul en toen gingen we allemaal denken, wat gebeurt hier? Ja, stonden op de bank. Ik denk dat je, bijna terug moet naar Uruguay. Argentinië 2022. Nee, ik heb natuurlijk gewoon in Qatar. Ja, maar dat liep slecht af. Ja, okay. Daarom. En maar, dit loopt goed af. Maar dan had je dat wel even toe moeten voegen bij je vraag. Je hebt gelijk. Maar dat vind ik wel een verschil. Als het goed afloopt, dan blijft het je bij. Als het slecht afloopt, dan blijft het je minder ook bij. Ook bij. Ja, maar dan probeer ik het wat sneller weg te duwen. Die jongens stappen nu euforisch in de bus, zei je al. Dat doen ze morgen, want ze blijven in Berlijn slapen. En ze stappen in de trein. Maar Kniezoor die daarom haalt. Ja. En dan? Want dan gaan ze morgen gaan ze de familie zien. Gaan ze uitlopen. Ja. 24 uur genieten, zei Ten Hag. Of moet je die high juist ook een beetje meenemen? Ja, natuurlijk moet je die meenemen. Maar ook gewoon, ik zou zeggen, morgen gewoon genieten van familie. Met elkaar zijn blij. En terugkijken naar alle beelden. En dan overmorgen focus op Engeland. Ja, maar hallo, wacht even. Dit is gewoon een ongelooflijk succes, hè? Voor Nederlands voetbal. Kom op, hè. We mogen gewoon een beetje blij zijn. Maar dat zijn we toch? Wat? Je zit het als een chirurg te fileren, man. Kom op, hé. Maar hoezo, wat fileer stukje ik dan? Stukje voor stukje. We mogen hier best een soort van de Polonaise lopen. Dit is toch geweldig. Zet jij hem even in dan? Nou ja, maar bedoel, je snapt wat ik bedoel. Maar dat vind ik toch ook. Maar, okay. maar ik kom toch juist terug op dat jij zegt dat ze euforisch de bus instappen. Ja. Juist om dat gevoel mee te nemen naar woensdag. Ik heb ook beelden gezien, jullie liet me dat net zien, van mensen in Nederland. Iedereen gaat de straat op. Ja. Het is echt, het is geweldig. EK88 vibe. Wat we hier meemaken. Oké. Dat is een halve finale. Nee, dat gaat wat ver. Maar een halve finale EK, dat is 20 jaar geleden. De blijdschap in Nederland, de pleinen, de mensen. We hebben iets om blij over te zijn. En dat is zoveel waard. En vergis je niet, het is lang geleden. Hè? Wat is lang geleden? Nou ja, goed. We hebben natuurlijk Argentinië gehad dat we er bijna bij waren. Maar ik kan me niet herinneren. Tijdens het WK was het natuurlijk gewoon een andere tijd in het jaar. In de winter en alles in Qatar. En nu heb je wel dat zomergevoel en dat het gaat leven. Iedereen zat natuurlijk al met een lekkere vibe in de aanloop naar het toernooi. Het moet gewoon weer eens een keer gaan gebeuren. Deze jongens hebben toch altijd wel de gunfactor. Het is gewoon echt een leuke ploeg, leuke jongens. En ze laten het nu ook zien. En het is in Dortmund, die halve finale. Zeker, tegen de Gent aan. Over en dan krijg je wel wat je vandaag misschien een beetje miste. Niet zo chagrijnig, hè? Miste. Het was fantastisch vandaag, heb ik net gehoord. Oké, wat je woensdag in nog grotere mate krijgt, juist, is een geweldig oranje legioen. Nou, iedereen wil daarheen. Blik eens vooruit, Jeroen Elshoff, de meest verstandige van dit kwartet, die het al een beetje opgegeven heeft, volgens mij, dit gesprek. Blik eens vooruit. Ik zit te genieten van de energie van de heer Guter aan de kop van de tafel. Nog steeds, hè? Dus ik kan niet heel erg vooruit blikken, want ik heb, en volgens mij de heren naast mij wel allebei een keer, Engeland nog zelf niet gedaan. Dus ik weet eerlijk gezegd niet, ze vallen me tegen, maar ze staan er wel. Dus niet op verheugen op dit team, dit stuk brandhout. Nou ja, je hoort het al. Maar goed, dat is het natuurlijk niet. Als je de spelers bekijkt, analyseert, weet waar ze allemaal spelen. Ja, daarom is het zo bijzonder dat ze zo slecht spelen. Maar wel in de halve finale staan. En er kan natuurlijk een moment komen dat klikt. We hebben 5 penalties erin geschoten. Ja, dat wel. Dat kunnen ze heel goed. Die zaten er heel goed in. We moeten het niet op penalties laten aankomen. Ik zat naast dat was wel grappig, want de mensen, onze collega's hebben bedacht dat de commentator nu in beeld komt eventjes vlak voor de wedstrijd. Dat dus het jouw voorstel was? Nee, zeker niet. Nee, ik stel een hoop dingen voor, maar mezelf in beeld? Nee, dat zover ben ik nog niet. Maar ik sluit niet uit dat in de toekomst niet... Wat? Nee. Echt waar? Maar, we hebben nieuws, jongens. Nee, maar de BBC-commentatoren zaten naast me. Dus op het moment dat ik de opstelling moest vertellen van de Turken, toen zag ik rechts van me de penalty-serie en links van me zat die man de hele tijd tegen mijn been te tikken. En eigenlijk wilde ik dat vertellen, want het was zo ontzettend leuk. Die Engelsen die waren zo angstig voor die penalty-serie. En ik vond het voor Saka eigenlijk... als ik dat nog mag zeggen, want ik heb echt heel erg te doen gehad met die gozer naar die EK-finale. Die miste in de serie. Die miste en die heeft natuurlijk verschrikkelijke drek over zich heen gehad. Racistische drek. En die schoot nu de penalty erin. Ja, dat vind ik eigenlijk geweldig voor zo'n gast. Ik denk wel dat we... Dat hij het durft, dat hij er gaat staan, dat hij het doet. Hij schoot hem ook perfect. Dus ik vond het echt, die gun ik hem heel erg. Volgens mij is wel gevolg van die penalty-overwinning van de Engelsen... Dat Nederland nu van
de landen die redelijk wat penalty series hebben gedaan op eindtoernooien nu echt helemaal onderaan. Ja, maar je pakt stonden ze al. Nee, die Engelsen stonden eronder. Maar die stonden er nog onder. Die stonden er nog maar onder. Je wint bijna nooit twee penalty series op dat rij. Klopt, dus, dat klopt. Dat heb je die Portugezen ook weer gezien? Kroatië wel eens gedaan. Dat is wel goed. Ja. Italië toch? Italië heeft het gedaan in de halve finale en de finale. Dus Kroatië heeft het wel eens gedaan, geloof ik, op een WK. Ja, maar over het algemeen gebeurt het niet zo heel vaak. Nee. Dus. Nou, dan kunnen we het met een gerust hart komende woensdag op penalties aan laten komen. Maar, nou, met deze keeper van ons wel, zeg. Wat een geweldige. Nou, ja, ik weet niet of hij goed is. Hij was wel fantastisch vandaag. Want hij bij Anderlecht heeft er een keer drie in de serie. Heeft hij er één keer drie in de serie gehouden en daarna heeft hij er 12 doorgelaten. Maar goed. We gaan de euforie niet temperen. Op naar Dortmund, op naar de finale en op naar de titel. Dank jullie wel.